U heeft laatst subsidie gegeven vanuit dat sportstimuleringsfonds voor discgolf in Park Kronenstein. Ja, eerst maar eens even, wat is het? Ja, discgolf is een het is overigens niet het idee van het college. Het is bedacht door een groep vrijwilligers uit de stad. Die doen heel fanatiek aan discgolf in Zoetermeer. Dat betekent een nieuwe sport in de buitenlucht. Met de principes van golven. Dus je loopt door de openbare ruimte en je gooit een frisbee in een korf. Dat is eigenlijk het idee. En in plaats van dat je bij golf een balletje met een club in een hole probeert te slaan, in zo min mogelijk slagen, doe je dat nu met een frisbee in een mand. Ja, er zijn voor- en tegenstanders en ook mensen, ik heb ook geloof ik vanuit de tuin van de Smit die daar zitten, hè, en met hun bedrijf zeggen, nou, we zijn niet per se tegen, maar wel onder voorwaarden. In de raad was er volgens mij meer kritiek vanavond. Nou, kijk, die sportstimuleringssubsidie, daar hebben we een commissie voor, die beoordeelt de plannen. Deze mensen hebben een zeer doordacht plan ingediend. En dat is door de commissie gezegd. Ja, onder voorwaarden zouden we hier subsidie voor willen geven. En dat is volgens mij ook de volgorde. Deze mensen ga je niet op pad sturen om alle groeperingen te spreken en om afspraken te maken met de beheerder van het park, als je daarna zegt er is geen subsidie voor. He, dan trek je denk ik de energie uit zo'n groep vrijwilligers. Dit is een initiatief uit de stad. Die hebben wij getoetst en zeggen, nou, vanuit sportdoeleinden is dit een heel goed idee, maar onder voorwaarden geven we daar de subsidie voor, want eerst moet daar een vergunning voor worden aangevraagd. En dan moeten dus alle partijen geraadpleegd worden die daar wat, die daarover gaan of die daarvan wat willen vinden. En daar is alle ruimte voor. En ik hoor nu in de raad eigenlijk, wij vinden het geen goed idee, dus schiet het maar af. En ja, dat gaat me dan een brug te ver, want het is dezelfde raad die mij de opdracht heeft gegeven om meer sport in de openbare ruimte en meer sport in het groen te organiseren. Nou, dat past dus sporttechnisch heel erg goed. Ja, als het conflicteert met andere belangen, dan moeten we dat uitzoeken. Eerder gaan we echt geen vergunning afgeven. Als daar knelpunten uitkomen, gaan we het niet doen. Kan het wel met elkaar, dan moet je het op dat moment met z'n allen wegen. En niet aan de voorkant al roepen, een initiatief uit de stad, gaan wij op voorhand afschieten. En nou, dat is de boodschap die ik ook heb neergelegd bij de gemeenteraad. Maar het zou dus ook nog kunnen dat in dat onderzoek blijkt van, nou, hartstikke leuk plan, maar niet op deze plek. Zeker, zeker. Je moet echt kijken, past het ook in de er zijn zorgen over, doet het iets met afbreuk van natuur? Nou, dat zullen we moeten beoordelen. Dat moet nog gebeuren. Maar ik vind die volgorde heel erg logisch. Ook gezien het feit dat dit uit een vrijwilligersinitiatief voortkomt. Mm-hmm. En het heel goed in de sportkaders past. Past het ook in de natuurkaders? Gaan we toetsen? Gaat het niet passen? Dan gaat ook de subsidie niet door.